Ik ben Pepijn Groot, atleet 100, 200 meter en 400 estafette team. Ik mis mijn rechter onderbeen. Daarnaast ben ik geboren met een handafwijking en een klompvoet. Ik zie deelnemers aan de 400 meter, mannen. Wat ik zie, ja, dat het hard gaat en dat het vermoeiend is voor de jongens. En dat herken ik ook al van die 400 meter die ik ook gelopen heb. Dat maakt aan de ene kant ook wel een mooi onderdeel. Echt een strijd van wie houdt het langer vol. Sporten betekent voor mij als soort uitlaatklep. Lekker alles uit mezelf halen. Ik heb mijn handicap nooit echt als een belemmering gezien. Je moet het uiteindelijk gewoon als je voordeel gaan zien en je voordeel eruit halen. En dat heb ik gedaan. Sporten met een handicap kan absoluut. En dat is ook iets wat ik wil laten zien. Maar ja, ik denk dat sporten gewoon echt een groot deel zelfvertrouwen geeft. Het is wel leuk om te laten zien dat wij er ook zijn en dat we ook op zo'n niveau kunnen sporten. En dat is ook voor mensen met een beperking die thuis zitten te kijken heel erg belangrijk, dat die zien van wow, kijk, dat is gaan.